Sjoerd Huisman, schaatsende skileraar. Goed kun je dat combineren? Ja, heel goed. Kijk, de seizoenen zijn op elkaar afgestemd. En je kan gewoon vanaf april tot september wedstrijden rijden in de zomer. En daarna de focus op het ijs en van oktober tot maart daarop knallen. Toch zijn er een hoop die kiezen voor het schaatsen en naar het zomerijs gaan. Jij kiest bewust voor het skileren. Ja, maar het is gewoon een goede training. Het is, ik vind het zelf eigenlijk een zwaardere versie van het schaatsen. En het is gewoon een goede training om, om sterk te worden. Ja, je moet op een gegeven moment wel wat gas terugnemen om, om je niet over de kop te werken. Maar als je daar je goede verhouding in hebt, dan gaat het helemaal goed komen. Goede balans dus, maar ook even een rustperiode, want het zijn twee zware competities. Gaat dat met twee sponsoren? Ja, dat is gelukkig geen probleem. Nou ja, bij ons is het dan de hoofdsponsor van het skileren is de subsponsor van het schaatsen. Dus voor ons is het redelijk makkelijk te regelen. Maar de andere jongens die hebben wel twee verschillende sponsoren. En ja, die hebben soms wel wat problemen in ieder geval met gezamenlijke trainingen en dat soort dingen. Maar dat is bij ons in ieder geval niet het geval. Wat voegt het skileren toe aan het marathonschaatsen? Je rijdt de hele zomer competitie. Dus daar leer je gewoon heel veel van. Je kan goed wedstrijden inschatten en tactieken bepalen. En ik denk dat je ook gewoon enorm sterk van wordt. Maar marathonschaatsen is echt puur duurwerk. En met skileren zien we jou toch ook veel op de korte afstanden. Ja, je moet ook een beetje sprintvermogen opbouwen voor de winter. Dus ik vind allebei mooi. En op de schaats zien we misschien ook wel op de korte afstanden. Op de baan moet je toch echt een acrobaat zijn om mee te kunnen. En kun je dat goed combineren met het marathonschaatsen? Ja, dat maakt niet uit. Kijk, je moet in de zomer moet gewoon wat meer met het sprintvermogen bezig zijn. En na de winter toe ga je wat meer duurwerk doen. En dan ben je er gewoon klaar voor. En eigenlijk heb je in de winter daar weer profijt van dat je een goede sprint hebt. En dat kun je dan weer benutten met een eindsprint. Ja, want de wedstrijden worden toch bepaald in een sprint. Ook al zit je in een kopgroep, je moet even goed kunnen aankomen. En dat is gewoon heel belangrijk. Want van winter gaat team Adformatie de strijd aan met BAM Renault? Ja, ik neem aan van wel. Dat doen we, proberen we elk jaar. En dat is vorig jaar ook gelukt. Dus daar gaan we nu ook weer voor. Jullie hebben een goed uitgebalanceerd team? Ja, ik denk het wel. We hebben sterke jongens. Dus de mogelijkheden zullen er wel zijn. Laatste vraag. Wat vind je leuker? Skileren of schaatsen? Ja, goede vraag. Ja, nee. Ik vind allebei vind ik het echt heel mooi. En daarom wil ik het ook blijven combineren. Gewoon in de zomer lekker het zonnetje erbij. En dan voor de afwisseling in de winter even schaatsen. Maar dat is een zware afwisseling. Ja, maar ik vind allebei mooi en ik geniet er volop van. En ik heb het allebei nodig.